Captain, even terugblikken op dit Europese avontuur van jullie. Hoe kijk jij terug? Hoe heb jij de reis beleefd? Goed begonnen. Mooi opgestegen. En een harde landing. Ja, een keiharde landing, hè? Wat niet had mogen gebeuren. Ik denk in deze pool hadden wij moeten overwinteren. Ja, zo kun je het al samenvatten. En dan doelt hij natuurlijk op die wedstrijden in Linz en in Lissabon. Hè? 4-1, 4-0. En als je dan kijkt, ja, dat PSV thuis gewoon won van Lissabon. Dat PSV thuis veel meer kans creëerde dan Linz. En ook tegen Rosenborg, hè? Uitgewonnen. Rosenborg 1-4. Had ook 5 of 6 kunnen zijn. En dan speel je thuis, ja, echt een heel flats gelijk spelletje. En dan zeg wel, ja, wat Dumfries zegt, dat klopt. Ja, je bent heel hard de lucht in gegaan. Maar daarna echt ook behoorlijk hard op je snuffert terechtgekomen. Ja, het is dramatisch dat je uitgeschakeld bent, ja. En we hebben hele goede wedstrijden laten zien. En hele slechte. Dus het verval was te groot. Ja, je hoopt dat je de Champions League haalt als PSV. Nou, dat ging verkeerd. Europa League haal je dan via een voorronde tegen Haugesund. Kom je in een groep terecht waarvan je zegt van, nou, daar liggen wel perspectieven, liggen wel kansen. Nou, en dat, die verwachtingen die werden volledig waargemaakt in de eerste 3 wedstrijden. 7 punten, hadden er ook 9 kunnen zijn. Ja, vervolgens valt alles uit je handen en ben je, ja, 1 wedstrijd voor het einde al klaar. Ja, en dan zo'n nachtkaarswedstrijd is dan eigenlijk wel, die valt het wel aardig samen. Hebben jullie nog iets mee kunnen nemen vanuit dit avontuur? Bijvoorbeeld voor Iatare was het de eerste Europese campagne die hij meemaakt. Nou, jij hebt nog niet heel veel Europese wedstrijden gespeeld. Ja, nee, zeker. Veel leermomenten. Ik denk, als je 4-1 verliest bij LASK uit, vervolgens 4-0 bij Sporting. Ja, dat doet wat. Dat roept reactie op bij de ploeg. Dat laat je scherp naar elkaar kijken. Veel dingen geleerd uit die fase. En dan moeten wij laten zien dat we de leermomenten omdraaien in positieve momenten. Ja, leermomenten, dat is allemaal leuk en aardig. Maar je had gewoon moeten overwinteren. Als je 7 punten hebt, na 3 wedstrijden in zo'n pool, moet je gewoon overwinteren. Dat was ook gewoon de doelstelling. Dat was reëel en dat hadden ze binnen handbereik en dat hadden ze gewoon moeten behalen. Dus ja, leermomenten, tuurlijk. Weet je, van dingen die verkeerd gaan, dingen die je fout doet, ja, die pik je op en die doe je hopelijk de volgende keer niet nog een keer. Alleen ja, als PSV is het gewoon falen dat jij niet Europees overwintert in de Europa League, in deze pool. En dat is onder de streep het belangrijkste. Uiteindelijk een dure prijs betaald voor keiharde lessen. Ja, uiteindelijk wel. En dat is verschrikkelijk zonde. Want wat ik zei, in deze pool moest je gewoon overwinteren. Maar goed, het is nu zaak dat wij met z'n allen vooruit kijken. En dit is gebeurd, het is geweest. En volle focus nu op de dingen die komen gaan. Als we terugkijken, wie zijn dan de hoofdrolspelers van dit PSV? Wie stegen wel boven de rest uit en wie vielen tegen in de Europa League? Nou, ik vind eigenlijk dat eigenlijk niet te zeggen valt. Omdat je in het begin, het was als collectief, ging je de lucht in. En als collectief ben je te pletter geslagen. En het is niet zo dat er iemand in de eerste 3 wedstrijden het geweldig deed. En het in de laatste 3 ook geweldig deed. En dat de rest van het team het toen heeft laten zitten. Nee, het is echt gewoon een collectieve groei, maar ook een collectief verval. Je kunt niet aanwijzen van, ja, die heeft het slecht gedaan, die heeft het goed gedaan. Nee, zo zie ik het niet. Afsluitend, als je nu terugkijkt op dit Europese avontuur, welk cijfer hang jij er dan aan? Jullie zijn met de cijfers, we zijn uitgeschakeld, dus onvoldoende. Laten wij er dan maar een cijfer aanhangen en dit vreselijke avontuur afsluiten. Cijfer? Ja, 4. Ja, je had gewoon door moeten gaan. Heel simpel. De tegenstand was dermate dat je gewoon van jezelf mogen eisen dat je die pool misschien zelfs wat moeten winnen, op zijn minst tweede. En als je dat niet doet, ja, dan dikke onvoldoende 4.